zijn op weg met de fiets naar het bos dat je daar in de verte ziet. In de rijende lucht, maar we zijn niet ver van ons thuis hoor. Dus ja, ja, ik kom. Ja, ik volg. We gaan zien of we wat herfstkleuren kunnen vastleggen. Het is al herfst. Al een maand zelf, denk ik, ondertussen. En zo daar zien we al wat bomen die al verkleurd zijn. Maar als ik daar kijk, naar het bos waar we nu naartoe gaan, is er toch nog veel groen ook hoor. Het is zo'n mengeling van... Ik denk dat we nog niet op het hoogtepunt zitten van de herfstkleuren. Papa, ja. Kunnen we niet even in het bos? We kunnen in het bos inderdaad even uitrusten ook. Heb je laarzen aan, zie ik, dat is goed. Kan je wel maken. Beetje klem. Ik heb deze camera mee. Ik zie 3 met de 35 mm. Papa, Lola met de sapen een blauwe poep. Ah, dat is om te zien wanneer dan ze gedekt zijn of niet. Er is een manneke bij, een bok. Of een ram noemen ze dat denk ik bij de schapen. Papa, waar is dat dan weer? En als zijn buik blauw ziet, dan weten ze... Papa... Of nee, dat is een paddenstoel. Een grote paddenstoel, hè? Supergoed. Dus ze hebben dat wel opeten, die wilden. Nee, maar ze weten dat ze dat niet moeten opeten. Het is omgekeerd, bedenk ik me net. Het is de ram die een blauwe buik heeft. Ik kan echt niet meer. Dus de ram heeft een blauwe buik en elk schaap dat hij opgezeten heeft, heeft dan een blauwe rug. Zo kunnen ze het zien. Kom maar. Papa, ik heb hier klem. Mag ik de fiets achterlaten daar? Dan houdt de voet verder. Ik heb hier net een foto gemaakt van ongeveer die scène. Daar staat nog zo'n witte paddenstoel, een reuze paddenstoel. Nu kan het eigenlijk beter. Ik heb de 35 mm mee, omdat ik dacht dat ik van haar wat portretten ging kunnen maken. Maar ze is nogal... ze is een beetje moe. Het is de andere kant op, schat. En... dus ik moet met de 35 doen. Nu, ik ben met de telefoon aan het filmen, want ik kan hier heel goed mee filmen. Maar het is heel lastig om te wisselen tussen foto en video. Dus ik ga deze nu op foto laten staan en even met de telefoon verder filmen. En misschien... Ja, stel. Je mag een beetje in mijn nek. Kijk eens hoe mooi dat landschap daar is. Ik ga daar een foto van maken. Wat wou jij ook alweer doen in het bos? Ik wil gewoon bij mijn mama. Oh, je wou toch naar het bos? Wat wou je doen in het bos? Gewoon gaan fietsen. En je wou iets rapen in het bos, denk ik. Dat zijn maar kastanjes. Ja, en kijk, we zouden kastanjes komen vinden. Hè. We hebben er in de tuin ook, hè? Ja. Laten we eens kijken wat er in het bos ook kastanjes zijn. Oh, ik heb alle kastanjes opgelegd. Maar we hebben ook al, ik had ook al kastanjes op school. Ah, ik ja, heb ook kastanjes meegenomen. Kijk eens, daar in de weide zit nog zo'n grote witte paddenstoel. Waarom zit die allemaal overal paddenstoeletjes? De herfst is ook het seizoen van de paddenstoelen, hè? Ondertussen zitten we in het bos. Ja, trouwens, die sporen die je hier ziet, je mocht er niet met kwads komen of zo. Maar de boer mag dat wel. Van die schapen die we daarnet gezien hebben, niet te hoog is dat. Nee, dat is een prikkeldraad, dat is daar niet aan hangt. De schapen daar is van een boer die hier achter de draai woont. En die komt dan met zijn kwad het bos in. Ik heb die al een paar keer gezien. Eén keer was hij op zoek naar zijn schapen. Ja.
Wat een grote boom. Ja, er staan wel allemaal tekeningen op van, ik denk van mountainbike routes en zo. Ja. Voor de fietsen. Hier een paar foto's gemaakt met op de achtergrond daar. Die bomen, ik weet niet of je dat goed kunt zien. Zo. Maar ik ben er zelf afgeklommen nu. Het was moeilijk om genoeg licht te vinden. Ik zit op ISO 800. F2. 125ste van een seconde. En het licht komt, allez, vandaar heb ik een klein beetje licht zoals je ziet. Dus ik heb, van daaruit de foto gemaakt, kijkend naar daar waar dat pak donkerder is. Ik zal de foto's in de video plaatsen ook. Hier hebben we ook nog paddenstoelen gevonden. Daar. Drie grote paddenstoelen. Maar daar zit nog een kleintje bij. Daar heb ik ook wat foto's van gemaakt. Papa, daar een kleintje. En daar nog een kleintje, ja. Het moeilijkste daarbij is van als je de foto van de paddenstoel maakt, van genoeg scherp te hebben, maar ook niet te veel. En nog een interessante achtergrond. Want als je gewoon die paddenstoel fotografeert, dan enkel dat groen. Op de achtergrond was minder interessant, maar hier had ik geluk met een paddenstoel waarvan gebeten is. Maar dat er op de achtergrond nog een andere paddenstoel lag, dus dan had je zo meerdere paddenstoelen in beeld. En die heb ik daar ook, die in de verte, heb ik ook nog gefotografeerd. Van eten is. Ja, dat weet ik niet wie dat dan op eet. Door de plas. Wat? Door de plas. Ja. Ah, maar.